Dit is mijn vader, Jacob Keij, die op 19 januari is weggevoerd en 8 maart gefuseerd. Ik was toen 13 jaar. En ik was op dat moment 7 jaar oud. De Leidse verzetsman Jacob Keij wordt in 1945 samen met 48 andere mannen in kamp Amersfoort gefuseerd door de Duitse bezetter. 26 van de mannen kwamen uit Den Haag en 4 uit Leiden. Hun dood is een vergelding voor de mislukte aanslag op Hans Rauter, de hoogste SS'er in Nederland. Het moment dat hij weggegaan is, dat staat heel erg in mijn geheugen gegrift. Wat herinnert u zich? Dat hij dus, dat de telefoon ging, dat wij dus, we hadden bezoek, de telefoon ging. Mijn vader, heel kort gesprek, hoed op, das om en weg was hij. En daarna nooit meer gezien? Nooit meer gezien. Toen is hij achteraf naar het Oranje Hotel gebracht in Scheveningen. Wanneer kwam het besef dat uw vader gefusilleerd was? We kregen op 20 mei 45 bericht dat hij echt was doodgeschoten. Ik ben al eerder in kamp Amersfoort geweest. En toen heb ik eigenlijk die route die mannen afgelegd hebben voordat ze doodgeschoten werden. Nou, dat is heel hard binnengekomen. Waarom kwam dat zo hard binnen? Omdat ik me realiseerde dat als je dat pad, 300-400 meter, dat wij daar naartoe liepen en weten dat we weer teruglopen. Maar dat die mannen, die zijn daar naartoe gelopen, wetende dat ze doodgeschoten zouden worden. En dat komt heel hard binnen. Ondanks dat het zo lang geleden is. Is het belangrijk dat het steeds herdacht wordt? Ja, denk het wel. De wereld verandert er niet van. Soms denk ik wel eens, waar hebben al die mensen hun leven voor gegeven? Als ik zie hoe ze nu met elkaar omgaan. Maar aan de andere kant, ja, als we niks meer zeggen, dan gaat het de doofpot in. Voor kinderen en kleinkinderen is het heel belangrijk dat ze weten wat er 75 jaar geleden dus gebeurd is. Vindt u het nog steeds moeilijk om daarheen te gaan? Ik vind het niet moeilijk, omdat ik inmiddels dat wel verwerkt heb, maar het blijft emotioneel.